Leuk dat je kijkt naar deze video van de aandeelhouder. In deze video gaan we het hebben over obligaties. We krijgen veel vragen binnen over obligaties en die gaan we doornemen in deze video met Erik Maurits, senior advisor van, uh, van trade Republic. Erik, welkom. Dank je. Um, ja, veel vragen over obligaties. Bij jullie kunnen mensen obligaties verhandelen natuurlijk. Ik stel voor dat we er uh, eens dus even induiken met z'n tweeën. Ja. ja? Nou, uh, vraag 1, dan zal je niet verbazen. basisvraag wat zijn nou echt obligaties? Nou, als je de obligatie koopt, dan leen je eigenlijk geld uit aan een bedrijf of aan een overheid. Ook is, aan een land. Kun je een land geld lenen? Ja, dan is het een staatsobligatie als je aan een bedrijf geld uitleent. Het is een bedrijfsobligatie. Mm -hmm. En obligaties hebben een aantal kenmerken. Eén, een looptijd. Dus je leent dat geld uit voor een bepaalde tijd. En daarna krijg je je geld terug. Ja. En tussendoor krijg je couponnen of rente. Aha. Dat is het rendement op een obligatie. Zo. Dat rendement is de combinatie van wat je aan het looptijd terugkrijgt en wat je nu betaald hebt. Ja. En alle couponnen die je krijgt. Okay. Duidelijk. En wat is nou het verschil tussen obligaties en aandelen? Nou, als je een aandeel koopt, word je mede-eigenaar van een bedrijf. En als het goed gaat en ze maken winsten, dan krijg jij dividend. Ja. En tussendoor kan je ook koerswinsten uh, realiseren of verliezen. En bij een obligatie leen je eigenlijk geld uit aan het bedrijf. Dus dat is wat zekerder. Ja. Als het slecht gaat met een bedrijf, dan zal die koers van het aandeel omlaag gaan. Maar ze betalen over het algemeen wel hun leningen, hun obligaties terug. Dus het is wat minder risicovol. Ja, maar je hebt met de aandelen meer upside als het goed gaat met het bedrijf. Precies. Als het heel goed gaat met het bedrijf... dan krijg je van dat bedrijf als je een obligatie hebt... gewoon op het eind je geld terug. Mm -hmm. Maar meer niet. Ja. Maar met een aandacht, als je een aandeel hebt en de koers gaat omhoog... dan profiteer je daar ook nog eens een keer van. Kijk okay. op, op wat voor manier kun je dan rendement halen met een obligatie? Nou, je krijgt in de eerste plaats couponnen... en je krijgt je geld terug op afloopdatum. Maar tussendoor... Kan de koers van de obligatie ook op en neer gaan. En dan zou je eventueel winst kunnen nemen of verlies. Ja. Wat zijn nou de redenen waarom een, een obligatie omhoog zou kunnen gaan tussendoor? Nou, stel je voor, je hebt een obligatie gekocht met een rente van 5%. En even later komt er een andere obligatie op de markt met een rente van 6%. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een stuk aantrekkelijker. Dan wordt die eerste obligatie met die lagere rente van 5% minder waard. Met andere woorden, als de rente stijgt, dan daalt de waarde van obligaties. En andersom. Als jij nu een obligatie koopt met een rente van 4%, maar de rente daalt opeens naar 2%, dan is die rente van 4% heel aantrekkelijk, dus dan wordt die meer waard. Oké, okay, als je dan bijvoorbeeld nu kijkt naar de huidige markt, we zien dat uh, de Amerikaanse rente, de Europese rente ook hard gestegen is, maar nu daalt. Uh, betekent dat nu dat obligaties op dit moment stijgen in waarde? Ja, de laatste weken zie je dat de obligaties stijgen in waarde, omdat de rente... Aan het dalen is. Dus de Amerikaanse tienjaars staatsrente was 5%, is nu richting 4%. Mm -hmm. En daardoor zijn die Amerikaanse staatsobligaties de laatste weken in waarde gestegen. Ja, duidelijk. Hoe kan je nou weten of de obligatie betrouwbaar is? Er zijn twee manieren. Er zijn allerlei rating agencies en die geven een bepaalde rating okay. aan de obligatie. en de SP's van deze wereld. Precies. Dus A, AAA, B, noem ja. maar op. En de andere is ook dat de coupon. En de waardering geeft ook een indicatie. Als je, als je bijvoorbeeld een staatsobligatie hebt op Roemenië, dus een Roemeense staatsobligatie, dan is de rente hoger dan die van bijvoorbeeld Duitsland. Ja, duidelijk. Dus en als je zegt van die, die, die rente op die staatsobligatie is aan de lage kant, betekent dat dat land gezien wordt als een ja, betrouwbare partij. Exact. Dus hoe kredietwaardiger een land is, hoe lager de rente. En dat geldt ook voor bedrijven. Dus als een bedrijf. Heel veel rente moet uitkeren op zijn obligaties, dan is dat een teken dat de risico's ook groter zijn. Ja, duidelijk. Oké, okay. um, wat zijn de risico's van beleggen in obligaties? Nou, het grootste risico van beleggen in de obligaties is dat de, het land of het bedrijf van wie die obligatie is, of die de obligatie heeft uitgegeven, aan het eind van de looptijd geen geld meer heeft en jou geen geld meer teruggeeft. Bijvoorbeeld als een bedrijf failliet gaat. Daarnaast heb je tussendoor koersrisico. Want zoals we eerder zeiden, als de rente stijgt, dan daalt die obligatie in waarde. Ja. Maar op zich hoef je daar geen last van te hebben, want als je een obligatie vasthoudt tot het einde, dan krijg je je geld terug. Uiteindelijk weer terug. Dus als ze niet failliet gaan. Afgelopen jaren hebben wij gezien dat de obligaties minder waard zijn geworden, omdat die rente zo hard gestegen is. Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk jammer, omdat je dan een kans had gehad om op een ja. hogere rente instappen. Maar uiteindelijk, als je hem tot het einde vasthoudt, maakt dat niet uit voor je rendement. Oké. Okay. Um, volgende vraag: hoe koop je nou zo'n obligatie aan? Obligaties kopen was altijd best lastig, omdat de nominale waarde van obligaties vrij hoog is, vaak 100.000 euro of 1000. Ja. En er zijn heel veel obligaties. Dus bijvoorbeeld, een bedrijf als ABN Amro is één aandeel, maar er zijn veel meer obligaties. Ja. Uh, en tot slot de liquiditeit. Dus er zijn vaak obligaties die maar één keer per maand of zo gehandeld worden. Dus dat maakt het altijd best lastig, maar je kan ze in principe kopen bij je bank of broker. Uh, en bij Trade Republic hebben we het nu iets makkelijker gemaakt. In wat voor manier? We hebben ervoor gezorgd dat er maar een paar honderd obligaties zijn, maar die zijn wel allemaal liquide. En je ziet precies de coupon, je ziet de biedlaat, en je kan ze ook nog eens een keertje fractioneel kopen. Dus je hoeft niet voor 100.000 euro een obligatie te kopen. Je kan ook een fractie ervan kopen. Voor bijvoorbeeld 1500 euro of 1000 euro, wat je waar wil. Oké, okay. en uh, je krijgt dus op die obligaties uh, daar krijg je rente. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Hoe wordt die rente uitbetaald? Die, die rente wordt over het algemeen één keer per jaar uitbetaald. Uh, en dat krijg je dan gewoon op je, op je rekening uitgekeerd. Oké, okay. wordt er veel gehandeld in obligaties bij uh, Tweede Republiek? Nou, we zijn vrij kort geleden begonnen. Uh, maar het is zeker uh, populair, omdat de rente nu, in tegenstelling tot een aantal jaren geleden, uh, hoger is geworden. Uh, de laatste weken zien we echter weer dat door die rente daalt. En dan gaan mensen iets meer kijken naar bijvoorbeeld uh, de spaarrente bij ons. Oké, okay, duidelijk. Nou, um, helemaal bijgepraat over obligaties. Hebben jullie meer vragen over obligaties, stuur ze gewoon op naar info.aandeelhouder.nl. Dan gaan we dat hier opnieuw uitwerken. En voor nu, bedankt voor het kijken. En Erik, bedankt voor je bijdrage. Graag gedaan. Goed.